4 weken geleden is onder leiding van oud Heerenveen-speler en nu jeugdtrainer Niklas Tarvajärvi het Eurofit-project begonnen. 16 Heerenveen-supporters met een pondje te veel proberen met het Eurofit-programma hun leefstijl te verbeteren om zo gezonder in het leven te staan. Onder professionele begeleiding krijgen ze 12 weken lang les in gezonde voeding en wordt er uiteraard ook hard getraind. We zijn hier onder de noordtribune van het Abellense Stadion. Hierboven zijn de fans altijd 90 minuten lang aan het juichen voor de SC Heerenveen. En ook de plekken waar de eerste elftal spelers hun krachtprogramma's draaien. En waar wij ook nu met het project Eurofit voor de aankomende 12 weken gaan meestal van onze oefeningen doen. Eurofit is een project voor fans van SC Heerenveen die overgewicht zijn, boven een bepaalde BMI. En wie toch wel heel graag hun gedrag in het bewegen en het eten en gezond leven willen veranderen. En SC Heerenveen wil daar voor hun een handje geven. En ik ga aankomende 12 weken de deelnemers coachen en hun kont schoppen om het gedrag te veranderen. Niklas speelde van 2005 tot en met 2007 bij SC Heerenveen en is sinds dit jaar weer terug op het oude nest. Na zijn periode als voetballer bij Heerenveen speelde de inmiddels 34-jarige Finn bij onder andere de Graafschap Vitesse en het Duitse Karlsruhe. Afgelopen zomer kwam Niklas toch weer terug bij Heerenveen en werd aangesteld als assistent-trainer van Heerenveen onder de 19 en mag zich nu dus ook buigen over het Eurofit-project. De bal binnen, Gomez zit er maar half aan en Tarvajärvi maakt 2-3. Een merkwaardig doelpunt. Heerenveen is voor mij echt een tweede huisdorp geworden. Ik kom natuurlijk uit Finland, maar Nederland voelt voor mij evenveel huis nu. En Heerenveen zeker is een vertrouwde omgeving om mijn leven weer door te gaan zetten. Natuurlijk een mooie kans in de keuken te kunnen kijken voor de deelnemers. En zelfde dingen gebruiken dan de eerste elftal spelers. Die ballen. Eerste elftal spelers gooien die ballen ook rond. Allemaal. Doe gekke dingen met die ballen. We hebben hier banden. Alles en nog wat. Kunnen wij gebruiken. Hop. Dat doen de eerste elftal spelers ook. Affiniteit natuurlijk met de club. Daarom hebben we elkaar ook opgegeven allemaal hier, denk ik. Om wat bewuster te worden eigenlijk van onszelf. De kilootjes meer die we hebben. Die proberen een beetje eraf te krijgen, maar meer belangrijker is van nou de groepselement. Plus toch bewust te zijn van hoe je moet gaan leven. Je zit de hele dag in de auto, loop weinig. Hoe ga je er nu mee om? En ze geven ons de kans om dat spelende wijze langzaam te leren. Kennen we elkaar allemaal niet. Is toch al lachen in de groep. Elkaar een beetje aan zitten porren. Kom op nou. Stapje extra of probeer even uit balans te brengen. Gewoon even leuk in de groep te zijn. Ja, en we hebben natuurlijk één club waar we allemaal voor gaan. Wat dat ook weer maakt dat het een saamhorigheid is. Ja, en nu een paar weken onderweg. Merkt u wel progressie? Derde week nu. We zijn nu met die stappenteller begonnen. Ik merk wel dat ik al 20% extra per week stap. Bewust word in plaats van de auto te pakken toch even te lopen. Dat zijn een van die kleine dingen. Je wordt wat fitter. Dat is ook een van de grote bekomstigheid eigenlijk. Dat merk je eigenlijk wel. Ja. Ik wil met name heel graag mensen helpen. Is het kinderen, is het voetballers, is het verouderen. Ik krijg heel veel energie als ik mensen kan helpen. En nu heb ik inderdaad een mogelijkheid met deze doelgroep te werken. En die ook heel gemotiveerd is en willen heel graag richting hun doel werken. En als ik daar een handje kan geven, doe ik het heel graag.